Ja hoor, kijk, daar zijn ze. Uxy, yo! Vet. Miesprit is er ook. Die zegt pie. En daar is Azelf. En die zegt ook pie. Ja, ik vind hun wel cool hoor. Yo, Nintendo fans. Hoor de epische muziek op de achtergrond. Ja, de baas die heeft Palkia vrijgelaten. En die wil zijn eigen wereld maken. En ik weet niet hoor, maar dingen gaan hier helemaal fout. En dit is super vet. Dus doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan als je geen enkele video in deze serie wil missen. En dan moet ik nu denken, ik even het gaan opnemen tegen Mars. Die zegt, ja, dit is geen reden om je te haasten. Ik weet dat je heel graag met onze baas wil battelen. Maar je moet eerst langs mij. Want je hebt me al een paar keer voor gek gezet. En dat moeten we even rechtzetten. En daarna zal Jupiter komen. En Jupiter zegt, je bent misschien sterk, maar deze keer zal ik jou wel gaan verslaan. Ah, lekker, Tjukarik komt ons ook helpen. Tjukarik gaat tegen Jupiter, denk ik. Ja, vet. En Jupiter zegt, als dit niet het jochie is dat rennend wegrende bij Lake Equity. Ben je al wat sterker geworden, dan gaan we een 2 tegen 2 doen. Oké, samen met Tjukarikkie. Lekker hoor. Ja, dit is cool. 6 tegen 6. Dit is een battletje hoor. Tegen Bronzor en Bronzor. Nou hoop ik dat ik Abu op de eerste plek heb. Ja, lekker. Oké. Dan kunnen we in ieder geval gelijk 1 Bronzortje weghalen. Ik ga me focussen op de Pokémon van Jupiter. Let's go. De linker Bronzor moet alvast verdwijnen. Oh, heeft hij Sturdy? Huh? Hij overleeft het gewoon? Nee joh! Hoe dan? Oké, Munchlax, geef die linker even 1 klein klappie alsjeblieft. Oh, extra sensory super effective. Munchlax doet bite. Oh nee, je doet het op de verkeerde jongetje. Oké, prima. Dan pak ik nu de rechter. Dan moet jij de linker afmaken. Ja, Munchlax, let's go! Oh nee, die rechter overleeft het ook omdat hij zichzelf beter heeft beschermd. Bronzor doet Confuse Ray op Munchlaxie. Oh ja, dit wordt vervelend. Dit wordt een vervelende battle volgens mij. En de andere Bronzor doet Confuse Ray op mij. Ja, dit wordt heel naar. Zij zijn vervelend, jongen. Kom op, Munchlax. Kom op. Doe het. Lekker bite bovenop. Hoppakee, de eerste is weg. Top. Dag, Bronzor. Het staat 1-0. Dan komt Jupiter met Golbatje. Ik probeer te blijven gaan voor de linker Pokémon, zodat we op een gegeven moment een voordeel hebben van 2 tegen 1. Flameweal lukt op Golbat. Maar die Golbat is behoorlijk sterk. En die Golbat gaat voor Aircutter. Trouwens, eigenlijk is het helemaal niet 6 tegen 6. Want ik mag natuurlijk alle 6 mijn Pokémon gebruiken. En, dan hebben we ook nog de Pokémon van Tjukarik. Dus feitelijk is het volgens mij 11 of 12 tegen 6. Lekker man, body slammetje. Oké, we hebben onszelf in ieder geval niet geraakt. Dat is nice. En weer niet. Heerlijk jongen, heerlijk. Lekker, dit gaat goed. Dit gaat goed. Jullie kunnen zo je best doen tegen mij, maar het gaat jullie niet lukken. Althans, ik moet nooit te vroeg juichen, maar dat denk ik. Donald gaat naar level 48. Bronzor raakt weer Munchlax, die trouwens best lekker aan het verdedigen is. En Munchlax is niet meer confused en die gaat Bronzortje kapot maken. Oftewel, de Confuse Rays hebben helemaal niks gedaan. En dat is toch wel chill. Abu en Jaws gaan beide een leveltje omhoog. En de defense van Abu gaat nu ook boven de 100. Dus dat is super chill. Jaws, zijn attack gaat boven de 100. En dan mogen we nu tegen Skunkitenki. En tegen Perugly. Kijk, ja, jullie hebben die evoluties wel, hè? Oké, dan ga ik nu toch voor Perugly. Oké. Munchlax moet weg, blijkbaar. Heracross wordt ingezet door Tjukarik. Oké. Nou, ja, hopelijk gaat dit goed uitpakken. Doe je ding straks, Heracross. Ik ben lekker mijn aanval nog een beetje aan het boosten. Perugly gaat voor Body Slam op, Heracross. Oh, die heeft gelijk paralyzed alles. En wat gaat Skuntank doen? Die doet Poison Gas op ons allebei. Dus ze zijn allebei, ja, ze zijn allebei poisoned. Deze trainers die proberen ons echt behoorlijk dwars te zitten. En het lukt ze nog ook. Oké, het Reflect effect is weg. Dus Perugly hebben we gesloopt. Ik boost mijn attack nog een keer. Heerlijk. Maar ik ben wel poisoned ondertussen. Dus ik ben langzaam aan het sterven. Met Abu. Gerrit gaat naar level 46. En Gerrit wil Raindance leren. Nee, dat gaan we niet doen. Skuntink gaat voor Flamethrower. Oh, Heracross. Oh, daar ga je. Je overleeft het wel. Oké, sick. Maar Heracross is wel paralyzed. Dus Heracross heeft echt nog niks kunnen doen. En Commander, dus Mars, die gooit er nu een Golbatje uit. Ik ben ondertussen niet meer poisoned. Dat is super fijn. Ja, en Tjukarik haalt Heracross ook maar weg. Want Heracross gaat bijna kapot. En die gooit nu een Ponyta. Waarom is jouw Ponyta nog geen Rapidash, jongen? Die had al makkelijk een Rapidash kunnen zijn. En Golbat is ook weg. Lekker! Ja, Mars en Jupiter.
daar gaan jullie weer. Voor de ogen van jullie baas gaan jullie falen. Dat is niet fijn. Die Skuntank is trouwens gewoon level 46, joh. Helemaal gek. En dan mag Ponyta het straks af gaan maken, wou ik zeggen. Maar hij heeft nog een barrier. Ja, hij heeft nog één trucje. Wat ga je doen, Ponyta? Ook Flamewheel, net als ik. Ik denk dat het klaar is. Ah, nee, het is nog niet klaar. Ik deed trouwens helemaal geen Flamewheel. Ofwel, ik weet het niet eens meer. Ik ben in ieder geval wel weer poisoned. En Skuntank, die is burnt. En die is echt bijna kapot. De laatste Pokémon hier, jongens. Skuntanky is weg. En dan hebben we Mars en Jupiter samen verslagen. En Abu overleeft het maar net door de aftermath van Skuntank. Dag, jongen. Het was leuk om tegen je te battelen. En nu mogen jullie ook even opzij stappen, Team Galactic baasjes. Jupiter zegt, je hebt ons verslagen. Je bent sterker geworden. Maar onze baas gaat jou sowieso kapot maken. Oké. Ik denk dat ik je baas ook wel kan hebben, hoor. Maar dat gaan we wel zien. Jukadix zegt, mijn Pokémon zijn sterk, hè. Maar ik kan nog sterker worden. Maar dit is het voor ons. We hebben de muur geslagen. Dat zal wel een Amerikaanse uitdrukking zijn. We hebben de muur geslagen. Dus we zijn tegen de muur gelopen. Jukadix gaat even mijn Pokémon healen. En nu moeten wij de baas gaan kapotmaken. En daar is hij. Daar is hij, de Team Galactic baas. Met Palkia achter hem. En die zegt, oh Palkia, dit is... Oh, daar gaan we. Palkia, oh ja, kijk hem staan, jongen. Op de Space and Dimensions en alles. Hij maakt zijn naam waar. En de baas zegt, fantastisch. Prachtig. Dit is de creatie van een nieuwe galaxy. Mijn nieuwe wereld. Oh, hij heeft het echt hoog in zijn bal, jongen. Maar zijn plan lukt wel. Hij doet die wel sick. En hij zegt, Wat gebeurt er? Ja hoor, kijk, daar zijn ze. Xy, yo! Vet. Miesprit is er ook. Die zegt, pie! En daar is Azelf. En die zegt ook, pie. Ja, ik vind hun wel cool, hoor. Ik vind deze drie wel vet. Dit zijn soort van degenen die het allemaal hopelijk weer in orde gaan maken. Ze vliegen over Palkia heen. Oh, en ze verbreken de ketting. Ah, en Palkia is nu vrij. Palkia is niet meer gevangen door Team Galactic en ze zijn weer weg. Daar gaan ze. We kijken er een beetje naar. Oh, dit is altijd dat gezicht in mijn thumbnail. Heel vet. Wat gaat er nu gebeuren? En de baas zegt, wat? De rode ketting is zomaar weg. Maar waarom? Waarom zou Miesprit dit doen? Waarom zou die jou helpen? Maar maakt niet uit. Oké, het is allemaal kapot. Mijn galaxy is weg. En dit ga ik niet accepteren. Ik ga die drie opnieuw vangen. En dan maak ik gewoon een nieuwe rode ketting. Maar voordat ik daaraan kan denken, ga ik jou compleet vermorzelen. Oh, hij is echt heel boos. Hij is echt heel boos. Kijk die blik in zijn ogen. Hij vindt dit niet leuk. Nee, dit vindt hij niet leuk. Daar gaan we. Tegen Cyrus. Hoppakee, hij heeft 4 Pokémon. En hij begint weer heel chill. Terwijl hij gewoon zo zijn handen in zijn zij heeft. Casual Pokéballetje gooit met Honchkrow. Ja. En ik verwacht dat deze Pokémon best een hoog level zijn. Honchkrow is level 45. En ik, ja, die Honchkrow die zou best wel eens voor problemen kunnen zorgen. Als hij een beetje sterke flying moves heeft. Zoals deze dus. Zoals Aircutter. Ja, dit is een probleem. Oké, Simba. Ik ga jou inzetten. Jij moet dit gaan doen. Kom op, Simba. Let's go. Je bent level 50. Je bent veel sterker. Aircutter is een goede aanval, maar die kan jij wel hebben. Die kan jij natuurlijk beter handelen dan Abu. En dan kan jij hem kapot maken, jongen, met je Sparky. Ja. Hoppakee. Honchkrow is weg. Dat is de eerste Pokémon van Cyrus. Wel, ik vind hem wel cool. Het is wel echt een van de toffere Pokémon uit deze generatie, denk ik. En dan gaat Simba naar 51 alweer. En moeten we nu tegen Gyarados. En daar ga ik natuurlijk ook Simba voor gebruiken, want die heeft 4 keer super effective moves. En Gyarados probeert mij nog een beetje te intimideren. Maar ik ga toch sparken en ik ben sneller. En hij gebruikt gelijk gewoon een berry. Hatsikide. Oh man. Oké. Die Gyarados is serieus. Ik heb hem wel geparalyzed. Ik noem hem nu Paradox. Oh nee! Earthquake! No! Nu hebben we een probleem. Ik ga hem nog een keer sparken. Hoop ik dat ik hem paralyze, want anders is mijn Pokémon down. Maar nee! Helemaal niet! Want we slopen hem nu gewoon. Jeetje, maar hij gaat wel goed. Hij heeft echt Abu en Simba flink geraakt. Wie gaat hij nu gooien? Weevil. Dan gooi ik Abu. Ik ga er gewoon voor. Let's go. En dan gaan we voor close combat. Ik ga all out. Oh, hij heeft weer een berry. Die gaat waarschijnlijk een beetje beschermen. Oh, lekker.
lekker. We slopen hem gewoon. Ja, close combat is zo sterk. En nu is Abu wel iets zwakker, want mijn verdediging is iets omlaag gegaan. En mijn special defense ook. Maar ja, top dit. Dus eigenlijk voor wat er nu gaat komen, de Pokémon die nu gaat komen, kunnen we Abu niet gebruiken. Abu gaat wel naar 52 en Blade naar 47. Abu wil Acrobatics leren. Flying type move. Ja, dat kan op zich wel. Dat kunnen we wel in plaats van Ember doen, want Ember is toch niet zo super nice. Ja, laten we dat doen. Ik denk niet dat ik Acrobatics veel ga gebruiken, maar dan hebben we in ieder geval een Flying-type move ook in het arsenaal. Wie is de laatste Pokémon? Dat is Crobat. Normaal zou ik Simba gebruiken, maar ik denk dat Donald dit ook wel moet kunnen, jongens. Want Donald sloopt die Golbat ook gewoon. Jij kan dit, jongen. Jij kan dit. En Cyrus zegt, ik geef toe dat je me hebt gepusht naar extremen. Ja, dat is een beetje crappy vertaling, maar jullie snappen wat ik bedoel. We pushen hem tot het uiterste. We drijven hem tot het uiterste. Dat is het. Crobat is sneller dan normaal door zijn Quick Claw. En die probeert even lekker mij te poisonen. Ik geef je gewoon een kopstootje. Let's go! Oeh, net niet de helft vanaf. Maar Crobat is sowieso sneller zo te zien, want ook zonder Quick Claw is die sneller. Kopstoot! Oh, hij is bijna kapot. Ik ben benieuwd of Cyrus hem gaat healen. Hij zegt, dit kan niet. Het is onmogelijk dat ik ga verliezen. Ja, zie je? Full restore. Ik dacht het al. Ik probeerde het af te maken met een confusion. Maar ja, dan had ik toch beter die headbutt kunnen doen, denk ik. Alleen headbutt die mist dus soms. Dus daarom dacht ik, nou, ik ga voor zekerheid. Maar maakt niet uit. Hij blijft lekker doorgaan met cross poison. Kopstootje erop. Oeh, en bijna kapot. Ah, gaat hij weer een potion gebruiken? Een super potion? Echt? Kom op, Golduck. Kom op. Oh, hij houdt 1 HP over. Nou hoop ik dat mijn Golduck niet kapot gaat. Oh, nee, Golduck. Je hebt het zo goed gedaan. Ik gunde jou deze overwinning. Ah, jongen. Daar heeft hij toch net niet overleefd. Ik had hem gewoon ook moeten healen. Crobat gebruikt een U-turn. Die is super effectief. Maar ja, dan gaan we maar de... dan gaan we Blade maar even deze XP laten pakken. Crobat is weg. En het is klaar. Het is afgelopen met deze grappie. Je plannen zijn mislukt, vriend. Helemaal totaal mislukt. En hij zegt, ik ga dit niet accepteren. Deze kracht waarvan werd gesproken in de mythes. Ik liet het me niet gehoorzamen. Ik maakte het mijn eigen. Ja, en toch heb je verloren, jongen. Ik versla je legende. En hij vraagt aan mij, wat is eigenlijk ultiem voor jou? Wat vind jij perfectie? Het jou te vertellen, dat heeft geen zin. Maar ik ga niet opgeven. Ik word ooit een god. En dan maak ik het ultieme. De mijne, jeetje man. En daar is Palkia, jongen. Palkia, yo Dan, yo Rohan. En Rohan zegt Palkia, de meester van de ruimte en de dimensies. Het is niet echt te zeggen of hij nu boos is of verdrietig. Maar hoe het er naar mij uitziet, Palkia wacht op jou. Hij wil je uitdagen als een test. Ga nu, Rickachu. Neem het op tegen Palkia. Luister naar je hart. Begrijp zijn gedachten. Palkia gaat waarschijnlijk helemaal los. Maar hij vertrouwt jou dat jij hem kan stoppen. Dus Palkia wil niet losgaan. Maar hij wil dat wij hem stoppen. Oké, daar gaan we. We gaan proberen Palkia te vangen, jongens. Hij begint te schreeuwen. Oh, snap. Ik wil hem eigenlijk niet in mijn masterbal vangen. Want ik wil mijn masterbal eigenlijk gebruiken op het moment dat we opeens een shiny Pokémon tegenkomen of zo. Maar daar is die, jongen. Daar is die Palkia. Holy moly. Ik heb Simba geprobeerd om in te zetten. Want ik hoop dat ik hem kan paralyzen. Dat vergroot de kans dat je hem kan vangen. Oh, oké. Ik heb zijn eerste move heb ik al weten te ontwijken. Dat was Special Rant, deed hij blijkbaar. Oh, jeetje. Dat was een critical hit. Ik wou niet per se een critical hit doen. Maar kijk, hij is wel paralyzed. Dat is wat ik wel wilde. Dan ga ik hem nu rustig een beetje bijten, denk ik. Ja, oké. Weer een critical hit. Ja, ik ben een beetje bang voor die critical hits. Ik wil eigenlijk helemaal geen critical hits doen. Ja, dan moeten we hem nu maar denk ik proberen te vangen. Nou, ik kan misschien nog wel een keer tackle doen. Laten we nog een keer tackle doen. Om hem nog een klein beetje te damagen. Ja, kijk, nu is hij in het rood. En hij is weer paralyzed. Oh, dit gaat lekker. Palkia heeft mij geen één keer kunnen aanvallen. Als ze hem nu ook nog met de eerste ultra bal vangen, dan word ik helemaal gek. Hè? Dan is dit de perfecte battle tegen Palkia, ja, noem ik het dan. Oké, laat maar. Hij begint te slashen. Ik vind wel dat we hem gewoon mogen vangen, hoor. Ik vind wel, Palkia, dat je niet zo moeilijk hoeft te doen. Dat doet hij wel. En wat is Special Rant dan? Oké, dit ziet eruit als een hele heftige aanval. Oké, Simba, sorry, maar ik ga gewoon proberen om Palkia te vangen. Daarna, jij mag weer rustig chillen in je Pokéball hierna. Jeetje, hij wil echt niet. Hij heeft er echt geen zin in. Oké. Nou, daar gaan we. Nu 1. Oké, er is vooruitgang, jongens. Het was 1 tikje. Er is vooruitgang. En nu gaat...
Nu gaat Luxray wel kapot. Oh, nog niet. Oké. Weet je wat? Ik laat Luxray leven. Anders is het ook zielig. Ik ga hem gewoon even een Hyper Potion geven. Palkioni. Wil je alsjeblieft eventjes gewoon in de Ultra Ball komen chillen? Ik heb er niet zoveel. Ik heb er niet 50 of zo, jongen. Oh, nee. Niet Aqua Ring. Daarmee heal je jezelf, toch? Nee, dit is helemaal niet de bedoeling, Palkia. Kom op nou, jongen. Kom op. Gewoon even 3 tikkies. 1, 2, kom maar. 3, kom maar erin. Ja. Ja! Lekker. Nou, dit viel alsnog mee. Een stuk of 6 ultraballetjes volgens mij. Helemaal goed. Lekker gedaan, Simba. Ja hoor. Kijk die XP eens gaan. Het ding is wel, ik ga Palkia niet gebruiken in mijn team. Ik vind het altijd een beetje overpowered om die Pokémon te gebruiken. Het is wel echt zo'n goede Pokémon, jongen. Water Dragon type, super fijn. Maar nee. Ik ga dit niet doen. Ik ga hem ook geen nickname geven, want misschien wil ik deze nog wel een keer ruilen of naar een andere game brengen. En dan vind ik het vetter als die gewoon Palkia heet. Dus deze mogen we niet gebruiken in deze serie, vind ik. Oh, maar wel vet hoor. Oh, yes! We draaien ons om. Rowan, die had zijn mond open en Dan ook, die zegt, Rick, ik weet niet hoe, maar je was echt geweldig, echt supergoed. Ik ben al 60 jaar, maar ben nog nooit zo enthousiast geweest als hoe ik nu enthousiast ben. En Dan zegt, sinds de laatste keer heeft de professor een hoop research gedaan, een hoop onderzoek. En hij was heel bezorgd over jou, Rick. Dus hij kwam hier naartoe, naar zo'n gevaarlijke plek, omdat hij bezorgd was. En ik ben ook blij dat je veilig bent, zegt Dan. Laten we nu naar huis gaan. Oh, oké. Was dit er dan? Rowan die zegt, niemand heeft het recht om iemands toekomst of iemands wereld weg te nemen. En ja, en wat bedoelt hij daarmee? Ik heb geen idee. Maar daarmee sluiten we deze video wel af. Met deze wijze woorden. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!